Mensen die iets helemaal zeker weten, die willen heel vaak dat een ander het ook weet. Ja. Vooral de godsdiensten zijn daar goed in. Die menen zeker te weten hoe het zit op grond van een openbaring. En dan moeten de anderen dat tot aan de brandstapel toe. Dat is natuurlijk veel. En uit, nu het mormonisme komt dat ook nog voor. Je zult het ook weten, wat ik zeker weet. Nou, hoed u voor die mensen. En u bent een zoon van een dominee. Kwam dat wel goed tussen u en uw vader op die manier? Dat ging eigenlijk heel goed. Ik ben al heel jong, onder de 10, begon ik tegen mijn vader te zeggen, hoe kan dat nou? Onder de 10? Echt. Onder de 10 al. Hoe kan dat nou? Jezus ten hemel gevaren? Waarheen dan? En mijn vader zei nooit, foei toch jongen, nooit. Die zei, goed dat je nadenkt. Dat zijn de grote vragen waar ik ook geen antwoord op heb. Dat zei hij zo? Ja, dat zei hij. En hij vond het volgens mij helemaal in orde dat ik een agnost aan het worden was. Iemand die zegt, er zijn nu eenmaal dingen die je niet kunt weten. Doe er dan ook geen uitspraak over. En daar voel ik me ontzettend goed bij. Geen uitspraak over iets wat ik niet weet.